organisatie, de BRI, Brabant Stichting Industrieel Erfgoed, werkt grensoverschrijdend. Nu, 8 april 2011, hebben we de tweede uitwisseling met fotografiestudenten die uit Den Bosch komen en hun collega's fotografiestudenten uit Leuven. CIWE staat voor het steunpunt industrieel en wetenschappelijk erfgoed. Het is een VZW. Het doel is het versterken van een bescheiden beweging rond industrieel erfgoed en wetenschappelijk erfgoed. Andere initiatieven die derde inrichten willen we meer steunen en promoten. We hebben gekozen voor 4 heel typische locaties. Een locatie aan de Vaartkom met levende getuigen. We zijn nu in het douanegebouw, waar er vroeger opslag was van goederen en waar de douaniers werkten. In dit gebouw heb ik het gevoel dat er van iets oud, iets nieuw wordt gemaakt. Ik heb hier 12 jaar gewerkt. De sfeer was heel goed. Het is in feite een stuk van uw leven. Ik zat eigenlijk op het kantoor en wij moesten de aangifte nazien. Wel, ik heb hier altijd een beetje het gevoel gehad alsof dat hier een gevangenis was. Het doet me wel nog iets om hier nog een keer door te lopen. Nu gaat het gebouw omgevormd worden tot een theater eigenlijk en tot een creatieve ruimte waar dan met jongeren zal gewerkt worden. De sfeer eigenlijk, dat ik zo ook in afgelegen dingen vind ik wel iets hebben. Ik zie vooral hoe dat licht valt, hoe dat licht eigenlijk uw foto kwalitatief beter maakt als er een straal licht op valt. Dat vind ik mooi. Dus die oude dingen, dat intrigeert me. Het zijn allemaal ook heel speciale locaties in Leuven, dus ja, ik vind dat spannend. We zijn hier bij de firma Bonte in Leuven. De gebouwen dateren denk ik van 1870 of zoiets. De stad verbiedt mij eender welke verbouwing, als maar niet te veel binnenregen, dat is hoofdzaak. En dat we kunnen werken. Dat die man met die technologie die nu altijd gebruikt wordt, als enige in West-Europa bijna, graanmolens, vooral als koffiemolens, dat die daar nog vervaardigd worden. Uitbeelden van industrie in kunstwerken is eigenlijk ook op zichzelf een heel merkwaardig fenomeen. Het toont ons eigenlijk beelden van de industrie die lang verdwenen zijn. Hier is dat zeer goed te zien in dit bedrijf. Als ik morgen stop, ik wil breken en af en zet een appartementsgebouw op. Dat is zo eenvoudig is dat. Snoepwinkel. Het was fantastisch om daarin rond te lopen. We zijn op dit ogenblik in de oude lijnwerkplaats van de spoorwegen, waar de stoomlocomotieven in tijd dagelijks onderhoud kregen. Ik vond dat de museumbewaarplaats heel mooi ingericht is en ik vind het spijtig dat dat allemaal zal verdwijnen. Een bewaarplaats, dus eigenlijk een plaats waar erfgoed bewaard wordt. Om goed te bewaren moet je weten wat je bewaart, wat belangrijk is. Wie bewaren zegt, zegt valoriseren en passend herbestemmen. Fotografie is voor mij eigenlijk gewoon een middel om mensen te kunnen ontmoeten en hun verhalen te horen. En eigenlijk verrijking van mezelf en daarnaast wil ik het delen met anderen. Ook al heet het een museum,
is het toch afgeschermd. Maar het is tof om hier dus te kunnen zijn. Waar een gewone passant zou zeggen van bad is een vies dak, negeren, valt mij het juist op van zie ik ja, de schoonheid eigenlijk in het veld. Het begint gewoon een eigen wereld te worden, het begint mooi te worden. Ja, we hebben juist de brouwerij bezocht van Artois en daar zie je de evolutie. Dus men heeft daar eigenlijk vooral kennis gemaakt met actuele brouwtechnologie en ja, de grootschaligheid van dat bedrijf ook. Niemand meer in de brouwzaal, niemand meer in de afvulruimte, niemand in de bottelarij. Alleen mensen achter de computer. Dus alle bieren worden gebrouwen met programma's, met software en meer met, hoe zeggen ze dat? Met fingerspitsen, proeven en zo verder. Dat is allemaal voorbij, dus nu is het computerprogramma, de software die alles dicteert. Locaties waren heel goed gekozen en ook heel divers. Ja, de fotografie is natuurlijk voor mij een echte passie en ik probeer die over te brengen. Ik kan enkel maar tegen iedereen zeggen van kijk rondom u en maak beelden en fotografeer. Dankzij die digitale toepassingen nu is toegankelijk geworden voor iedereen. Ik vrees dat alle grote ontdekkingen al gebeurd zijn. Dat zeggen ze altijd, maar er gebeurt nog wel het een en ander. Ja. Het is ook een kwestie van een uitwisseling. Je moet van elkaar leren en je moet daar ook open voor staan. En de mensen die daarvoor openstaan, die zijn eigenlijk mee. Nou, mooi om daar eventjes geweest te zijn en dat mee te maken. We kunnen pas de geschiedenis van morgen uitleggen als we eerbied hebben voor gisteren. Het was in elk geval een plezier om die enthousiaste groep fotografen rond te leiden.